Aan tafel zit terrorisme-expert professor Dr. Beatrice de Graaf. Vandaag kwam de AIVD namelijk met haar jaarverslag. Steekwoorden, een paar steekwoorden. Klassieke spionage, schurkenstaten, massavernietigingswapens en recruteringspogingen. De vraag die nu op internet veel gesteld wordt is de Koude Oorlog, de goede oude Koude Oorlog. De Russen zijn het gevaar, is die terug? Nou, er komen nu ook allerlei rapporten uit van denktanks in Amerika. En die spreken inderdaad over New Cold War. Dus die hanteren dat begrip zonder meer. Bij een koude oorlog zijn er altijd twee betrokken. Hè? Dus als wij maar hard genoeg schreeuwen, het wordt een koude oorlog. Nou, dan kunnen we hard op weg gaan met elkaar. Je kunt wel zeggen dat die hele diepe karresporen die de geschiedenis heeft getrokken door Europa, van die angst voor Rusland, dat was al in de tijd van het Tsarenrijk, dat die wel heel makkelijk weer opleven. Nou is Rusland daar natuurlijk zelf ook wel een beetje debet aan. Maar het valt heel erg op dat in dit jaarverslag de AIVD daar inderdaad erg op inzet. Ja, we hadden het eigenlijk tot voor kort over terrorisme-dreiging. IS was dan een woord wat we vaak benoemden. Dat wordt nog steeds genoemd, hoor, in dit rapport. Staat er nog steeds in, hè? Ja. Tuurlijk, vanzelfsprekend. Maar het gaat een klein beetje naar de achtergrond. We hebben het over een nieuwe thematiek. Ja, nou, wat inderdaad mij opvalt als je dit verslag bekijkt, het is een wat gecomprimeerde verslag. Het is wat flashier, er staan wat meer schemaatjes en plaatjes in. Nog steeds trouwens niks over geld of budget, dat houden ze nog angstvallig geheim. Maar er vallen eigenlijk twee dreigingen erg op, hoe ze het neerzetten. Dat is dus inderdaad Rusland in meerdere gedaantes. Maar ook, en dat is ook wel interessant, dat heeft er wel mee te maken, wij zelf. In de zin dat burgers in Nederland, maar ook burgers als werknemers in Nederland veel te gemakkelijk omgaan met onze digitale beveiliging.